Mondkapje, mondkapje, doe wolpjes moe. Ja. Ring, 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 ring. Ja. Kijk hoe mooi dit jongetje hier is. Waar? Het ziet er echt uit. Belletjes, jingle bells, jingle all the way. Oh jee. Ultieme winkel. Ik ben Heli. Ik ben Hele. En vandaag gaan we een leuk vlogje maken. En we gaan daarin ook onze foute kersttrui pimpen. Want ja, Hele heeft een hele kapotte. En ja, mijn is misschien niet kapot, maar het is nog wel leuk om te pimpen. Hoe gaan we dat doen? Nou, dit zijn de ingrediënten die we gaan doen. De ingrediënten, ja. Maar er zit nog iets in. Dan gaan we ook pimpen. We gaan ook kersthoedjes pimpen. Ja, die is van Hele. Tadaa. Mijn is iets groter dan ik een grotere hoofd heb. Mag ik dit proberen? Ja, ik heb een grotere hoofd dan jou. Ja, ze zijn even groot hoor. Die kleine past ik niet. Pas je die niet? Nee, die past ik niet. Van Mr. Hoed. Nee, deze past ik. Ja, ik vond die groene wel heel erg leuk voor jou, moet ik zeggen. Ja, ik pas alleen de groene. Er zijn alle ingrediënten. Ja, je mag... Wil je het doen om te grabbelen? Ja, grabbelen. En dus dan gaan we grabbelen. Die balletjes, die heb ik wel nodig. Ja, je mag uiteindelijk mag je pakken wat je wil hoor. Oké. Okay. Maar je mag ook grabbelen als je dat leuk vindt. Sommige dingen gaan we erop naaien en duimen, hè. Is goed van de Solo. Van de Solo. Onze favoriete rommelwinkel, hè. Dat is mijn favoriete winkel. Ja. Oké, we gaan grabbelen. Oké, nou ga maar grabbelen. Nee, maar ik wil je vergeten. Ik ga je hebben. Heli, waar ben je naar op zoek? Naar die slingeren. Kijk eens wat dingetjes daar. Ik voel. Die zachte dingen zijn balletjes. Ja, het zijn een soort van sneeuwballetjes. Een lint. Vind je niet zo mooi? Nou, gooi, achterover. Hup. Wat heb je? Bommetjes. Anders doe je hem gewoon de deksel eraf. Schelies, wil je gewoon goed... Oh, die slinger ligt ervoor. Dat is het probleem. Deze is het probleem. Maar die kan je ook op je kersttrui doen. Waar zijn de belletjes eigenlijk heen die we allemaal hadden? Zitten er allemaal tussen? Kijk, nee, maar die grote bellen en die dingen... Oh, die liggen nog op mijn kamer. Oh, die had jij gepikt. Ja, ik ga die even pakken. Okay? Ja, is goed. Ja, met die grote belletjes heb ik bellen. Kijk, deze maakt niet echt veel geluid. Oké, ga jij schudden. Tun. Oké, en dan ga ik zingen. En dan moet je tun, tun, tun. Tun, tun, tun. Mondkapje, mondkapje. Doe hem op je smoel. Wat is daar zo lastig aan als ik het ook kan doen? Hey! Mondkapje, mondkapje, doe wolpjes moe. Ja, de kersthit van 2020, jongens. Hey, meest mond deed. Van Kermit Kikker. Ja, je mag van mij laten horen. Ik wil even muziekje luisteren. Hele zijn favoriete kersthit hoor. Superleuk. Heli, heb je mij een belletje gepakt? Ja, oh ja. Oh ja, die hadden we ook nog. Hier, dit zijn die grote bellen. En dit zijn een beetje wel van die lampjes. Ik ook. Die kun je ook allemaal hangen. Dus als je nou gewoon je trui neerlegt. Ja. En dan alles zo neerlegt waar je het erop wil hebben. Dan doet mama het met naald en draad voor jou erop. En Heli. Deze weer hier. En dan maken we een super foute kersttrui ervan. Hier, jij hebt ook nog allemaal leuke pomponnetjes en zo. Waarom zetten we hem niet even op de tafel? Ja, waarom gooi je niet gewoon even het helemaal om? Misschien is dat wat makkelijker. Hier, dan pak je dat ding. Ja. En dan miet hij het om op de tafel. Nee. Zie je ook? Regel maar. Kom op. Wauw. Nou, dit wil ik dus op de short te hebben. Ja, dat allemaal. Ja. Ik denk dat je er één zo krijgt als je wil of twee. Ja. Leg het maar neer en dan ga ik het maken voor jou zoals je wil. Waar zou ik deze doen? Hier dan? Ja, misschien wel, ja. We moeten deze pomponnetjes erop doen dan. Gewoon met naald en draad. Maar in plaats van die balletjes kunnen we hier toch... Dus dan doe je het naaltje zo erdoorheen. Hey, ik heb ook een idee. En dan weer terug. Dat ook. Ja, wil je dat ook? En je kan ook kijken bij de hoed, hè? Ja. Of je kan de hoed gewoon zo laten als je hem zo mooi vindt. Ja, maar ik ga de hoed zelf pimpen. Ja, want ik heb daar lijm staan. Dat kan je dan mooi zelf doen. Ja, dat Dan maak ik jouw trui en dan maak jij jouw hoed. Kijk, dit wil ik dus zo een beetje eruit komen zien. Oh, en Heli heeft Heli dit. Schattig zeg. Dan krijg je het ook wel mooi te worden. Ja. Dat is, ze zijn wel een stuk leuker zo, moet ik zeggen. Ja. Zijn ze veel meer foute kersttrui. Ja. En dan heb je straks die hoed erbij. En doen jullie die dan aan met kerst? Die trui? Ja, en ik heb ook nog die mooie jurk. Ja. Oké, is dit hoe het moet worden? Ik ga het nog een beetje aanpassen. Oké.
Dan wil ik hier zo van groen-rood. Groen-rood. Zo, langs de helemaal. Langs de helemaal? Maar alleen hier zo. Nou, ik ga mijn best doen voor alleen je. Ik heb de hele middag de tijd. Het is 10 voor 1. Alleen de bovenkant. Alleen de bovenkant. Dan geef ik jou deze plek. Ja? Dan ga ik op deze zitten. Ik ga mijn zitten. Oké, nou dan ga ik even naald en draad regelen. Ja. En ik weet niet meer hoe Haley straks klinkt, maar die klinkt straks als een weiland vol met koeien. Met al die bellen. Nou, dan ga ik... Waar zal ik mee beginnen? Zal ik maar beginnen met deze? Ja. Haley heeft dan... Er zaten allemaal kleine belletjes op haar trui. Ja. Toch? Ik ga er een paar op. Oh, 3 grote bellen. Oh, ik dacht overal grote bellen. Ah, dat heb ik niet. Je hele trui vol met een grote bellen. Ja, dat dacht ik, ja. Ring, 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 ring. Nou, dit worden de allermooiste kerstoutfits ooit. Wat jij, Heden? Ja, maar die van Heden is wel wat leuker, want die is rood met van die rare mouwen. Dat vind ik grappig. Ja, dat is wel heel leuk. Het ziet er wel heel kerstig uit zo. Wij zijn klaar voor de kerst bijna. Lukt het, lieverd, met je hoed? Ja. Blijft het een beetje zitten, denk je? Oh, ik heb een beetje pijn aan mijn hand. Hoezo? Hoe kan dat? Ik ben al super lang bezig. Oh, je bent al super lang bezig. Ja. Je bent heel hard aan het werk. Ja, Heden, je moet toch wat doen, hè, deze lockdown? Ja. Dus wat doen wij? Lekker knutselen. Ja, maar soms kan... Kerstknutselen. Soms kan het ook wel een beetje pijn doen aan je hand. Omdat, omdat je zo koud aan het knutselen bent. Maar hij wordt wel mooi, schat. Ik doe gewoon super veel lijmpjes naast elkaar. Ja, we hebben zo ontzettend veel bolletjes. Het is wat makkelijker. Ja, je hebt nu grote naald, hè? Ja. En heb je al een belletje vast? Ja, eentje. Eentje. Kijk, sommige zijn wel super. En ik heb deze kraag net gemaakt voor Heden. Ja, die is eigenlijk een van mijn shirtjes, maar hier zitten bolletjes van. Ja, die waren, was helemaal kapot gegaan, deze. Ja, en hier moeten nog belletjes, die zijn er ook vanaf. Ja, dus ik ga nu dan die lampjes eraan vastmaken. En deze bolletjes ga je hier doen, toch? En dat draadje ga je eraf knippen, toch? Ja, moeten die daar? Oh, dan doe ik eerst dat. Dus 2 witte bolletjes, ja, zo. Ja, maar dan moeten we eerst die draadjes weg. Ja, is goed. Ga ik fixen. Nou, Haley is dus sinds kort helemaal... druk bezig met allemaal naaiknutselwerken. Je ziet daar ook haar naaimachine staan. Heeft ze gisteren iets heel leuks geknutseld. Ook heel kerstig. Het is wel leuk als je dat zo even laat zien, denk ik, hè? Ja. Ik had inspiratie van een vrouw die dat maakte op TikTok of zo. Want ik kijk heel veel van die vrouwen die accessoires gaan maken die heel apart zijn. Zoals die maken dan van die niet echt per se... normale kattenoren, maar die maken dan met metaal, doen ze dan zoiets en dan gaan ze helemaal van dat vloeven en dan maken ze van die hele mooie kattenoren. Ja, dus Haley heeft hele speciale, maar ja, duivelsoortjes gemaakt, toch? Ja, dat zag ik ook bij een vrouw. Die maakte van die duivelsoortjes en die plakte en die deed er allemaal ringetjes op en zo en strikjes. Ja, ze zijn heel leuk geworden, dus je moet ze straks echt even laten zien. Echt heel schattig zijn die. Het zijn echt net echte kerstlampjes. Ja. Heden zei al, het zou leuk zijn als ze aan kunnen. Ja. Ja, hè? Oh, dat is echt... Ja, dat je een kersttrui maakt met verlichting erin. Dat zou vet zijn. Is bijna klaar. Is hij bijna klaar? Ja. Bijna al. Lekker vol, helemaal vol maken, toch? Kijk, mijn is ook bijna klaar. Ja, jeetje. Oh, het lijkt wel een taart. Met van die slagroomtoefjes. Mm-hmm. Oké, dus jij gaat nu nog pomponnetjes erop maken? Ja. En belletjes nog? Nou ja, we hebben nog wel wat liggen. Heden heeft alle sneeuwvlokjes geconfiskeerd. Blijft het een beetje zitten met die lijm? Ja, kan oh, niet. Ja, je moet het gewoon even goed drogen. Desnoods ga ik er straks wel even met de glue gun overheen. Ja. Dan blijft het helemaal goed zitten. Ja, maar kijk hoe mooi het al is. Het hartstikke mooi. Blijf wel zitten hoor. Ja? Oké, nou ja, ik heb die lampjes eraan gemaakt. Hoeveel? Belletjes. Ik heb nog 3 boompjes. Jonge dame, wacht, je doet die dingetjes in je mond. Stoute kat. Nee, maar over die pomponnetjes vindt ze natuurlijk superleuk. Nou, ik ben denk ik wel klaar.
met de trui van Heden. Ik heb hier nog pomponnetjes aangemaakt. En de mouw. Jij hebt ook nog belletjes. En hier heb ik nog een belletje aan vastgemaakt. Dus ik denk, ik hoop dat hij tevreden is. Dan ga ik hem zo meteen even bij me aandoen. En hij heeft zijn hoed helemaal afgemaakt. En hoe gaat het bij jou, schat? Ik ben nog niet heel ver. Bijna klaar. Je bent nog niet heel ver? Nee, bijna klaar met het. Wel bijna. Ja, ik wou het zeggen. Hier, kijk, Heli heeft ook pomponnetjes. En belletjes. En deze zitten die ook vast? Die witte? Ja. Oh, en hier nog extra van die lampjes. Oh, wauw. Ik denk dat het heel gaaf is als jullie hem allebei aan hebben. Nee. Dat is niet voor poesjes om mee te spelen. Hoor je hem rinkelen? Ja, nu is hij veel beter, toch? Ja, is hij beter? Hij is echt gepimpt, hè? Wil je hem aandoen? Zodat we kunnen zien hoe hij eruit ziet. Trommel. Met de mama super hem. Tada! Wauw. Heen is gepimpte kersttrui. Oh. Ik zei toch dat hij veel zou rinkelen, Heli. Kom. Dus hier zegt iemand met zo'n shirt buiten met haar buik heen en weer zo. Wauw! Heli, wat leuk! Oh, dat is echt zoveel beter dan dat het was. We gaan ringelen. Ja, gaan jullie maar ringelen. Hoe vet is dit? Ik wil even in de spiegel kijken boven. Oh ja, is goed. Oké, kom, ga even boven checken hoe het eruit ziet. Kijk, Heden, jullie matchen qua pomponnetjes. Dat hebben we een beetje hetzelfde box gemaakt. Box. De pomponbox. Oh jee. Heel in mijn winkel. Ik denk dat je gewoon een rondje buiten moet rennen. Gewoon midden in de nacht wordt iedereen wakker van je jingle bell. Ik vind het leuk dat die Ram die pomponnetjes heeft. Dat is wat beter. Bij mij ook, ja. En dan op die mouwtjes, die heeft het helemaal afgemaakt. Ja, want kijk, die van jou zag er nog best wel goed uit. Die van Heden was helemaal kapot gegaan. Ja, die van Heden vond ik echt ook. Ja, die was oké. Okay. Maar nu. Maar nu mijn was van niet helemaal fout genoeg. Dus ik heb hem heel fout gemaakt. Zo met die lampjes zo. En dan heel veel belletjes erop. Heel leuk. Ik heb extra bellen. Oh, wat even. Dat moet je ook niet doen. Ik heb hier al in de Heel leuk. Ziet er goed uit. Belletjes. Single bells. Nou, leuk. Zijn jullie er blij mee? Ja. Kijk hoe mooi dit jongetje hier is. Waar? Kijk, dit jongetje is mooier dan mij. Dat is een knap jongetje. Ja. Maar waar ben jij heen dan? Nee, dat ben ik. Nou, wij zijn inmiddels klaar met knutselen. En Heli wil nog heel graag iets laten zien wat ze dus gisteren heeft gemaakt. Nou, leg uit wat je hebt gemaakt, lieverd. Dat zijn duivelshoorntjes met allemaal met belletjes eraan en strikjes en diamantjes. Ja, en dat heb je vastgemaakt aan dus een clipjes oud haarklipje. Zodat ze dus in haar kan klippen. Ah, last kiss. En heb je zo die van Walking in the Winter Wonderland. Maar welke kerstoutfit wordt het dan, Heli? Wordt het deze jurk met de hoorntjes? Ik ga ze allebei meenemen. Ja, allebei? Ja. Zoveel outfits aan? Ja, dat is wel heel leuk. Dit is dan de chique outfit voor het diner. Die andere is dan nee, voor de grap zo. Ja, dan kom je daarin binnen, ja. Ik denk en hier je ga ik ook mijn verhaal vertellen. Oh ja, want je hebt je kerstverhaal. Ja. Laat die eens even zien op je tablet. Hier heb ik. Ja, dat is gewoon. Ze gaan naar de kerstboom. Ja, het is eigenlijk iets langer, maar ik vertel het even in het kort. Ja. Maar de cadeautjes zijn weg. Dan zijn ze verdrietig. Dit is een grote zus en dit is haar kleine zusje. Dat is een beetje gek. En dan gaan ze, en zij zegt dan dat ze op zoek gaan naar de cadeautjes. Dus dan gaan ze hun sjaaltjes en mutsjes opdoen. En het zijn twee vosjes, hè? Ja, het zijn wintervossen. Ja. Van die Arcticroom. En dan gaan ze, nu zitten ze erheen te rennen. En lopen ze door de sneeuw. Dus ze rennen door de sneeuw. En hier zien ze die, ja, hier is de schaduw van een sabeltandtijger die over hen heen schijnt. Ik ben er trots op deze, want die is echt heel goed gelukt. Oh ja, daar schrikken ze een beetje van. Ja, nou deze, kijk, deze is gewoon goed gelukt. Ja. En dat cool vuur met, heb ik met een hele mooie. Oh, ze hebben een fakkel mee. Dus ja, oké, okay, cool. Nee, je kan het gewoon aansteken zo. Toch okay. Met stenen kun je toch zo. Aha. En dan heb je vuur.
Oh, kijk, hier. En ik ben nog bezig met deze, dat ze de sabeltandtijger tegenkomen. Want eigenlijk was die schaduw deze sabeltandtijger. Wat zijn jullie aan het doen, jongens? Among Us aan het spelen. Natuurlijk zijn we weer Among Us aan het spelen. Alleen nu niet in real life, maar gewoon echt op de... Wacht, wij niet alleen. Ja, nee, oké. Okay. Ja, Scarlett, kijk hier, jongens. Dit is zo schattig. De katten vinden het natuurlijk superleuk. Grote liefde. Dat Haley en Hayden nu lekker vakantie hebben. En buiten is het heel erg koud. Ja. Yeah. En binnen rinkelt er van alles. Hè, schrok je? Nee, dat ik je ging kietelen. Pasta! Ik ben in pasta. Oh, hier wordt gewoon samengespannen, jongens. Meltdown. Hier, kijk. Hayden is dus imposter. En wij zijn aan het samenspannen. Maar jij bent wel een crewmate. Doe die electrical lichten uit. Oh ja, en kijk, en dan komt er iemand daar naartoe en dan kan je die kapot maken. Die ligt in de zakje op. En dan moet je venten. En dan moet je naar de reactor, toch? Ze denken dat heel iets. Donkerblauw gaan we. Oké. Nou, gaan jullie maar lekker een potje Among Us spelen, jongens. Slimme donkerblauw de schuld geven, Heden. Nee, skippen. Donkerblauw de schuld geven. Hier, papa is thuis. Laat je mooie trui zien. Mama, even bedekken. Oké, okay, even bedekken. Ja. Mama, hij is wel vet vol. Heb je er nog lampjes aan hangen? Dan zie ik dat Kerstman nog lampjes heeft in één keer. Ja. Hij kan niet lampen. Wel leuk. Hij kan niet lampen. Hij kan niet lampen. En misschien moet je dan heel voorzichtig je hoed erbij opdoen. Je hoed op. Ja, die moet even drogen nog, hè? Ja, je kan hem wel heel voorzichtig opdoen. Want dan zien we de outfit helemaal compleet. Oh ja, die moeten we even vastmaken dan. Ja. Maar kijk eens, Haley heeft ook haar oude kerstdraai helemaal gepimpt. Ik moet zeggen dat ik hem wel mooier vind dan die was nu. Ja, is nu wel echt een kerstdraai. Ja, dat vind ik dus ook. Ja, laat eens even zien dan. Laat zien. Je kan hem gewoon heel voorzichtig opdoen. Die goed is leuk. Leuk, hè? Ja. Wauw. Hebben jullie ook op tweede kerstdag als kerstje? Ja. Ze gaan die trui aan. Oh jee. Rustig opleggen. Laat het drogen. Gewoon laat het drogen toch. Ja, dan zullen we wel even met de glugun, hè? Ja. Maar kijk, ze hebben allemaal belletjes en pomponnetjes. En hij heeft ook van die lampjes. De belletjes hebben gemaakt, pomponnetjes hebben die hebben we vervangen. Waar komen die belletjes dan met daar allemaal in? Ja, dat is allemaal van de Solo. Had ik laatst allemaal gekocht, toch? Helemaal leuk. Dus ben je allebei? Ja, dat hebben ze al de hele tijd gedaan. Ik moet denken aan vroeger aan zo'n hofnacht, weet je wel, die dan voor de koning was op een treden. Die kan gewoon bij de springen. Ja, ze hebben de hele tijd gaan springen en jingelen. Ja. Nou, ik moet jullie bed gaan springen. Op ons bed gaan springen, oké. Okay. Nou, we willen toch een nieuw bed, dus op zich leef je uit. Vond je deze video leuk? Geef dan een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. En vergeet niet op een belletje te klikken, dan mis je nooit meer een video. Doei!